famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Het begint al goed. Ik zit even te kijken, hij heeft wel een nice beeld. Ja, dat is wel een, het is wel een filmpje natuurlijk. Ja, maar mijn computer kennen dan. En waar is iedereen dan? Ja, dat weet ik niet. Die zijn opgegeten door mijn zusters. Ze gaat dood. Dat is... Oh, daar is niemand. Je zei toch, er is niemand, er is wel wat. Zie je? Die vent die duikt al vooruit, hoor. What the fuck? Oké. Oh jee. She make it. Oh nee, toch niet. Ze is dood. Ze heeft wel een beetje inkijk. Heb je nooit andere Tomb Raiders gezien dan? Nee! Oh. Ja, die ene eerste, weet je wel, die even elkaar spelen. Nou, die zijn altijd zo. Oh. Dus zij is hier ergens in 18 jaar of zo. Dus ze ziet er jong uit in ieder geval, dat wel. Ja. Is het niet het einde van het verhaal? Ik dacht van het begin, ze gaat bijna dood. Ik wist het. Ik zat er gewoon op te wachten dat hij neer werd geslagen door iets. Fuck. Ik zat er gewoon op te wachten. Ik zweer het je. Ja. Gebeurt altijd. Dit is blijkbaar voordat zij die Tomb Raider wordt of zo. Dus is daar nog geen Tomb Raider dan? Nee. Ze is student of zo, nou, ik weet niet. What the fuck, ze zit in een cocon. Fuck. Crystal Dynamics. Geen idee. Zijn we... Godverdomme! Het schrikt mijn spel hoor. Het laat mij schrikken, dat wil ik niet. Er staat een oorbel. Ja? Dat was net toch niet? Jawel. Oh. Hoe doe je wel? En nou? Nou, niks. Met zwaaien. Nou, de intro. Met zwaaien. Met zwaaien. Oh. Jonna! Ryan! Nu de intro niet meer. Help! Hoi beste kijkers, welkom bij een nieuwe serie genaamd Tomb Raider. Ik heb gewoon NL Gaming. Ik ben Mike en hiernaast zit Chantal. Hoi Chantal. Hoi. Nou, zo te zien heeft Lara gelijk een leuke vakantiestart gemaakt. Je zit vast. Dat noem ik geen of leuke vakantie. Of ik druk op verkeerde knop, maar... Dat is mijn spel. Ja, hij doet het wel. Nou, wacht, ik zie het al. Wat moet ik doen? Tegelijkertijd zeker. Nee, wat hij laat zien, dat moet je inwerken. Ja, Michael speelt, ik zit ernaast. Ik doe niks, ik gil alleen. Ik ben voor de sound effects. Ik probeer gewoon hetzelfde te doen als wat er net stond. Wat een lijk! Oké, nou. Nou hang je boven een gat en als je daar naar beneden valt, ben je volgens mij hartstikke dood. Ik denk via naar het vuur toe, denk ik.
Maar dat lijkt me ook niet echt veilig om aan het vuur te gaan, het brandje. Dat denk ik ook, hè. Uh-oh. Ze is dood. Lekker pijnlijk, hè. Au. Ageless interactie of zo. Het gaat met je dood bijna. Nou, dan heb je de controle. Vuurvrij is wat. Om dit object aan te steken heb je vuur nodig. Oké. Zo, al die lijken hier dan. Altijd lekker. Wat doe jij? Daar slaap ik al mijn bronnen aan zijn einde. Lara Croft moet aan het einde, niet aan mijn bureau. Oh god. No. Niet? Wie zeg maar? Is dat bekend? Die ken ik niet. Volgens mij is wat Satan. Een cult iets hier ook. Ik denk het. Het is een goede vraag. Man. Wat is er met jou gebeurd? Nou, volgens mij is ze dood. Ja. Ze kent haar niet, denk ik. Ja, volgens mij niet. In ieder geval een godafbeelding, denk ik. En allemaal skeletschedels en zo. Een vakkeltje. Ik zie een vakkeltje. Een torch. Het is Minecraft. Een torch. Ja. We moeten torches maken. Ik heb waarschijnlijk gewoon voorbij gewoon. Oh. Een fakkel, een nieuwe uitrusting. Zeg, is dit een nieuwe uitrusting? What the fuck, is er niet eens een fakkel een uitrusting? What the fuck? Ik denk dat shift rennen is? Nee. Control. F. Oh, control is lopen. F. Ik zeg ook maar wat. Oh, shift is kruipen. Duiken ofzo. Kruipen, duiken, rollen. Allemaal hetzelfde. Ingedrukt houden om aan te steken. Maar waarom zou je dat doen? Misschien heeft hij het. Oh ja, hij heeft dingen al. Een schoen, hè? Wat? What the fuck? Hij heeft een schoen. Waarom heb je een schoen nodig? Ik kan het niet eens oppakken. What the fuck? Wat heb je er dan aan? Misschien. Nee. Zie je dan wel? Ik vind het echt zo'n plekje echt zo. Misschien is het een leven of zo. I don't know. Ik vind het echt niks. Tien keer niks. Ik haat enge filmpjes, dingetjes. Zolang ik het niet zelf hoef te spelen, vind ik het niet erg. Ik vind het leuk om te kijken, maar. Kun je eerst niet kruipen of zo? Oh, je moet aansteken. Ik heb zo'n piratenhoed, hè? Ik wil die hoed. Dat geen piratenhoed. Nee, is een helm. Dat is zo'n oude helm. Soldatenhelm. Ik zeg dat is een oude helm. Dat vind ik geen nieuwe helm. Oh. Boom! Creeper. En het verdwijnt zomaar. Het was geen creeper. Nee. Uh-oh. I don't like this. Wat ga ik doen? Nou, dat is een grappenhuis. Overlevingsinstinct. Omgeving. Druk op omgeving onderzoeken. Dus je moet waarschijnlijk daar naar boven. Oftewel, het zijn hints. En je moet eerst je vakken aansteken bij het vuur. Het is net Batman. Dan kun je toch ook dingen aan de lichten, zeg maar. Oh. Volgens mij heb ik geluid gemaakt. Dus. Je moet naar boven. Maar hoe? Springen. Houd ingedrukt om aan te steken. En wat doe je dan? Hoe zet ik dat vat? Ja, waarschijnlijk moet dat. Ik zet dat vat in vuur aan verband, denk ik. Is het daar al zo'n gek? Van plof zijn. What the fuck? Daarom ging ik terug naar beneden en ik dacht van het vliegt waarschijnlijk iets naar haar toe. Ja, maar het was te bedenken dat het zou een plof zijn, want ik schrik me weer het land Lazarus. Ook aan de kant of wat? Ik weet het niet. Je moet daar onderdoor, denk ik. Ja, denk ik het. Uh-oh. Oh, is het automaat. What the fuck? What the fuck?
Weg, weg, weg. Mijn hart zit in mijn keel, man. What the fuck? Wat? Dat is die water. Het ziet er gaaf. Ja, computer kan wel wat. Ook al lijkt het af en toe van niet. In principe is deze computer eigenlijk alleen maar gemaakt om Sims te spelen. Hè? Daarom heb ik hem gekocht. Ja. Die serie die ga je ook doen natuurlijk. Ja. Wilskaf, zoek een weg naar buiten. En dan? Wat voor wilskracht is dat? Ja, je kracht om zo maar door te gaan. Water staat. Dit vliegtuig. Je kunt toch kijken waar je heen moet, of zo heen moet. Ja, ja, dat maakt wel iets makkelijker voor mij. Ik heb het net in. Ik heb het niet zo goed. Ja. Die langs. Ik weet niet op. Ja. Oh, je kan je fixen. En daar is het vuur erachter. Oh, daar zit ook in. We moeten niet langs rennen. Dan heb je er niks meer aan. Wat moet je met de vuur doen? What kind of contraption is this? Ik vind het. Een aansteek waarschijnlijk. Dat en dan valt het neer, denk ik. Zo te zien. Het is een lift volgens mij. Oh, en dan kun je daar langs. Ja. Denk ik. Zo te zien wel. Als het ingedrukt om te zien. Ja. Nee, je pakt hem niet. Nee. Alles pleurt naar beneden, man. Ja, ik zie het weer. Die zit een bepaald feit. Is duur. Kan je er iets in doen ofzo? Ik weet niet. Of niet. Ja, misschien moet het wel zo duwen. Nee, je moet iets in. Maar wat? Dat is de vraag. Misschien moet je dat aansteken en dan gaan duwen of zo. Zit hij zo vast dan? Ja. Je moet waarschijnlijk opschieten, hè? Waarschijnlijk wel. Snap ik niet? Nee, dat kan nooit. Misschien kan ze daar heen springen. Misschien, ik weet niet. Ik kan het proberen natuurlijk. Nee, oh ja, dat gaat wel. Dan. Oh, en dan gaat het naar boven en dan. Dat kan wel, oké. Uitleg zou fijn zijn voor de volgende keer. Het is een puzzel, dus.
Ik hou niet van logisch nadenken. Ik hou alleen van moeilijk nadenken. Oh, dat is een kijk, een stroomversnelling. Model-ontspanner. Hopen niet extra's. Wat de fuck? Ik wil niet zeggen, ze zat naar links en rechts. Wat? Auw. En toen was hij dood. Ik ben met hem af te sluiten. Oh, wacht, toch niet. Opnieuw. Opnieuw! Ja, dat is Fairy of Paris, weet je wel? In de Griekse film. Ik kijk het niet meer hoor. Heb je op een gegeven moment zo'n aflevering, dus het apparaatje in de zin zelf van opnieuw! Opnieuw! Ik herken het. Ik kijk het niet meer hoor. Ik kan wel goed springen, joh. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Nee, niet weet ik dat! Wat? Ik weet dood, serieus. Ik haat die gast! Oh, wel. Nee, niet meer! Hij is dood. Fijn. Dit. Laten we fucking vallen. Wat gebeurt hier allemaal? Er zijn allemaal veel te veel dingen tegelijkertijd. Ik volg alleen nog mijn instincten. AD. En we zijn buiten. Nou, als je dit overleeft. Wat zal ze nog meer meemaken? Geen idee. Dit is denk ik een mooi moment om af te sluiten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, kijk, dit was dus de eerste aflevering van Tomb Raider, Hipgoon en NL Gaming. De volgende keer zullen jullie zien wat verder gaat gebeuren met Lara. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe.